gisteren een noodvergadering tussen buitenlandministers van de Europese Unie over wat zij eigenlijk kunnen doen en wat kan de EU doen? De EU kan heel weinig, omdat de EU zeer verdeeld is op dit Palestijns-Israëlische conflict al heel lang. Dat zag je gisteren ook omdat de Hongaarse commissaris, die in een soort van vluggetje had bedacht dat hij de hulp, de EU-hulp, die toch heel aanzienlijk is aan Gaza, dat hij wilde staken. Het ging over zo'n 700 miljoen euro. En die is teruggefloten door een aantal lidstaten die daar nog niet aan toe waren. Dus dat had hij en slecht voorbereid. Maar het geeft wel aan, het openbaart hoe verdeeld Europa ook weer hierop is. En Europa heeft zich op dit conflict al heel lang, eigenlijk al een decennia of twee, heeft het zichzelf geneutraliseerd. Geldt helaas, vind ik, ook voor Nederland. Ook het Nederlands buitenlandbeleid is wat dat betreft de afgelopen jaren er niet beter op geworden. We hebben nog invloed op Israël, nog veel invloed op de Palestijnen. Dat hadden we wel, een jaar of 7, 8 geleden. Nederland is wat dat betreft achteruit gekacheld. Hoe komt dat? In de Europese lijn, in de Europese gemiddelde gaan zitten. Ja, dat heeft allerlei oorzaken, maar dat verhaal, het binnenlandse verhaal wat we hier hebben, heeft daar onder andere mee te maken. Ja. De EU zou natuurlijk wel willen dat het enige invloed heeft. Dat het bijvoorbeeld met Netanyahu in gesprek kan gaan over hoe nu verder. Netanyahu neemt Europa niet serieus en daar kan ik me vanuit zijn perspectief nog wel iets bij voorstellen. Ook Europa is nooit bereid geweest om die existentiële vrijheid en die existentiële bestaansrecht van Israël, om die ook te zien vanuit een veiligheidsbril. Ja, en daar hebben de Israëli's gewoon genoeg van. Ook linkse Israëli's. Het is altijd mooi om te zien. Israël is eigenlijk een land wat van oudsher in zijn DNA een sociaal-democratisch land is. Er zit een kibbutz-mentaliteit. Het is, de laatste regering was dat niet zozeer. Nou, deze regering is dat zeker niet. De laatste regering was het wel. Want dat was een soort regenboogcoalitie. En ook die waren veel harder op veiligheid dan zeg maar, hun linkse tegenvoeters in Europa. Dus Israël is Europa kwijtgeraakt en omgekeerd ook. En dat is jammer, want ze liggen wel bij ons in de buurt. En als de Amerikanen ook het hier een keer opgeven, dat zou zomaar kunnen. Dat doen ze niet, de Amerikanen. Maar als ze dat zouden doen, dan is het wel ons probleem. En dan kunnen we dat probleem niet handelen. Dat is het zoveelste probleem op ons bordje. Als we kijken naar het verloop van die oorlog, dan lijkt het er nu heel erg op dat er een grondoffensief gaat komen. Dat lijkt bijna onvermijdelijk. Is er nog een optie dat dat toch niet doorgaat? Nou ja, dan moeten de sponsoren van Hamas, en die zitten zowel in de Golf, Qatar bijvoorbeeld, maar met name Iran. Die moeten zich dan, die moeten dan het Hamas-leiderschap oproepen om te gaan onderhandelen of in ieder geval geen gijzelaars te gaan executeren. Maar dit is zo goed voorbereid, deze actie, dat ik denk dat dat er niet zomaar in zit. Nee, maar dat ligt bij Hamas, maar dat ligt toch ook bij Israël zelf. Je besluit toch zelf wat voor oorlog je gaat voeren? Want ze weten nu, als zij daar naar binnen gaan, dan worden er Israëliërs geëxecuteerd. Dan gaan wij video's zien die we niet willen zien. Nee, maar om die reden zeg ik ook dat het niet zomaar voor de hand ligt dat ze weer zo'n grondoorlog beginnen zoals in 2014, 2015. Omdat ze ook de Israëlische publieke opinie zal natuurlijk niet eindeloos kunnen verdragen dat soort executies bijvoorbeeld op televisie of op social media terug te zien zijn. Maar voor Israël geldt op dit moment, ze kunnen niet nog een keer accepteren dat dit Hamas, dit Gaza op deze manier doorgaat. Kunnen ze niet gerichter Hamas kopstukken? Bijvoorbeeld zoals de VS destijds heeft gedaan met de Iraanse generaal Soleimani. Dat ze heel gericht pijn gaan doen daar, zodat ze niet die burgerbevolking bijvoorbeeld ook. Nou, reken er maar op dat Israël zal doen wat ze kunnen doen om zeg maar wat we dan met een eufemistisch woord noemen chirurgisch in te grijpen. Maar dat zal onvoldoende zijn om dit veelkoppige monster, om alleen die koppen af te snijden. En Hamas-kopstukken zitten overal. Ze zitten in de Golf. Daar zullen ze niet meer veilig wanen. Ze zitten ook in Iran als het nodig is. En ze zitten natuurlijk op Gaza. Alleen de Israëlische bevolking, vrees ik, zal meer eisen. Die willen nu verlost worden van dit probleem waarvan ze vinden dat Israël jarenlang dat eigenlijk heeft laten lopen. Ja, het gaat ze natuurlijk ook veel kosten. Nou, later deze ochtend praten we erover door met partijleider